Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. En ja, ik doe de gordijn even toe, even de deur open, even mijn trein, mijn nieuwe trein. Ja, dan moest eigenlijk een battleship, dus ja, een destroyer zijn op wielen, ben ik nog aan bezig. Maar het kan iets. Nu is het, hoe maak je een kanon? Die je kunt draaien. Dus ja. Maar net niet kunt schieten. Ik zal hem laten zien. Precies hetzelfde kanon gaan we in deze video bouwen. Mensen, ik heb toch de deur terug opengezet. Dus dit is het kanon. Het is een beetje klein. Maar zoals jullie zien. Ik zal hem draaien. Je kunt hem bewegen. Auw. Je moet er wel een beetje mee oppassen dat hij er niet afvalt. Je kunt hem eigenlijk 360 graden draaien. Ja, het is gewoon heel makkelijk om te maken. Een mini-kanonnetje voor een battleship. Dus ja, een oorlogsschip. Tot zo bij de tutorial. Even dit ding uit elkaar halen. Dat is misschien wel een beetje moeilijker dan het bouwen. Dus, om te beginnen. Het blokje waarmee je het op een ander blokje vastmaakt. Een 2x2 vierkant blok. Je mag zelf kiezen welke kleur, maar dit blokje is van de Minecraft Underwater Temple set van Lego. Ja, ik heb maar snel dit gebruikt voor de video. Dus, ja, hier van achter bouw ik het. Dus, dat is dat. Dan, je mag weer de kleuren kiezen. Dan heb je zo'n platte versie nodig met zo'n puntje bovenop. Zet in de reacties of ik het beter moet laten zien. Dan maak ik een tweede versie van deze video. Die zet je op de bovenkant van het blok. Dan krijg je dit. Dan heb je dit nodig. Je mag ze... geloof mij, bij elk blok mag je eigenlijk je eigen kleur kiezen. Maar dan heb je zo'n platte nodig. Ik heb natuurlijk wit. De eerste blokken die ik vond, heb ik mij erop gezet. Zo'n heel plat blokje. Die zet je precies met dat kleine puntje hier in het midden. Precies dat zo op dat kleine puntje in het gaatje zit. Echt, dat klinkt raar als ik dat zeg, maar het is zo. Dan kun je, als het goed is, dat blokje ronddraaien. En dan, nog drie blokken. Dan heb je dit nodig. Het zijn heel speciale blokjes. Ik weet niet te goed van wat deze set, van welke set deze zijn. Maar het zijn dus van deze soort blokken. Die eerste zet je op het witte blok. Ik ga hem er eventjes afhalen. Of nee, dat is handiger als ik het daarop bouw zo. Handiger voor jullie om het te zien. En dan heb je er nog één nodig. Ligt eraan of je een normaal kanon wilt hebben of een vierdubbel kanon. Want ja, als je een vierdubbel kanon wilt hebben, dan ik ga het allebei laten zien. Maar nu het vierdubbel kanon even. Dan heb je er zo nog in nodig. Die zet je daar gewoon bovenop. En dan heb je natuurlijk ook kleur. Kun je zelf kiezen. Een roosterje nodig. En die zet je daar bovenop. En dan heb je je dubbel kanon. Maar goed. Nu. Ja. Stel voor je hebt een vierdubbel kanon gemaakt en je wilde toch liever een normaal kanon maken. Dan haal je het roostertje eraf. Dan haal je zo er één eraf. Natuurlijk moet dat dan nog op de standertje staan. Maar roostertje weer op die onderste. En je hebt gewoon freaking een normaal kanon. Ja, bij mijn smaak vind ik toch een vierdubbel kanon iets beter.
Trouwens, over oorlogsschepen. Zometeen gaan we een video maken van World of Warships Legend. Dus wil je hem zien, ga sowieso eventjes wachten, een paar minuten. En ik heb mijn kanon lekker op een lekker locatietje gezet. Daar, net voor. Het kan nog steeds ronddraaien. Het is half een gouden schip. Hier goud. Hier goud. Hier goud. Dus er zit veel goud in. Natuurlijk geen echt goud. Maar van die Lego blokjes. Ze zetten de reacties van wat? Dus je kunt in de reacties zetten of dat ik de blokken beter moet laten zien of niet. Dus ja, duidelijker. Laten zien. En ja, mensen. Jullie kunnen ook in de reacties zetten waarvan ik nog een how to build moet maken. Dus een hoe maak je. Ja, ik heb natuurlijk dat kanon gehaald. Ik heb een soort segway met een mannetje gemaakt. Heel veel video's terug. Ik ben wel het glaasje van de helm kwijt. Ik heb een driftbrommer gemaakt. De achterste wiel is gewoon, ja, een band eigenlijk, maar dan zonder de band zelf. En nu ben ik nog het laatste aan het zoeken, of was dat het? Ja, volgens mij was dat het. Dus dit is de derde hoe maak je. Dus van een simpele segway van een paar blokken naar een brommer waar je eigenlijk een hele playset eerst voor moet kopen. Dan met die racebrommers. Of een politiebrommer kun je er ook voor gebruiken. En natuurlijk het kanon. Als laatste. Tot nu toe vind ik wel het kanon het moeilijkste om te maken. Dat heeft denk ik... ja, ik denk wel dat dat de moeilijkste blokken heeft. Tenminste, ja, dat, wat dat eigenlijk die schietpijpen voor moeten stellen. Die ik twee keer gebruik. Ja, ik weet niet van welke playset die komen, maar... ja, ik dacht zo van, ja, dat kan perfect zijn voor een kanon. Lekker een houten bult video. Maar mensen, like, abonneer en hoe de hel werkt deze tablet nog zo goed? Dit is mijn allereerste tablet. Mijn tweede ligt daarin, die is kapot gevallen. Mijn derde, dus die zwarte tablet daar, die ligt daar nog. En aan Jacco, geloof het of niet. Maar hij werkt nog, hij is alleen een beetje leeg. Dus die ga ik na deze tablet even opladen. Allee, na de World of Warships video. Eigenlijk op zich kan ik hem al opladen. Want ik ga toch die kleine laaier gebruiken tijdens de video. Dus like, abonneer en ja, bye bye. Ik heb de hele scherm naar links geschoven voor deze scheidvideo. Oh my god.